van Groep 2. En dat is inderdaad Erik Elding. Erik, welkom. Ik was zo benieuwd naar jouw kinderfoto. Want ik heb jou eigenlijk nooit in de klas gehad. Ik ben jouw mentor. Maar ook zowel in de onderbouw als in de bovenbouw heb ik jou helaas nooit in de klas mogen hebben. Dus ik kende jou als de jongen met baard en gitaartas. Ja, wat typerend voor jou, hè? En iedereen denkt dat jij heel erg muzikaal bent. Ben je dat ook? Beetje. Speel je gitaar? Nee, hè? Je speelt helemaal door. Nee. Wat die gitaartas, dat was het grote geheim, daar zaten jouw boeken in. Dat was gewoon jouw boekentas, wat staan. Iedereen op school dacht dat jij de jongen was die een goed contact gitaar kon spelen, maar dat hebben we nou uit de wereld gezien. Goed, Erik, ja, toen ik jou leerde kennen, ging je dus eigenlijk voor de tweede keer klas 6 in. En was ook een beetje, ja, wars, een beetje zo van, ja, dat er niet veel zin in. Dat is ook wel begrijpelijk. En ook daarnaast kwam, je wist ook niet goed wat je wilde. Als je nou eenmaal een studie voor ogen had, dan was je misschien wat meer gemotiveerd geweest. En, maar gaandeweg het jaar merkte ik dat jij een doel voor ogen had. En dat doel is archeologie. Je wilde het gaan studeren in Leiden. En toen ik dat zo zag, zag ik ook jouw motivatieproblemen. En kreeg ik ook steeds meer vertrouwen in. We hebben ook samen plannen gemaakt van hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we het doen. Daar heb je er min of meer aan gehouden. Maar het is gelukt. Je zit vandaag hier. Dat vind ik hartstikke goed. En ik denk dat het ook een hele goede studie voor je is. Die heel goed bij je past. En mooi was die groei dit jaar. En ik hoop dus dat je dat volhoudt. En dat je studie verder zult groeien. En dat we nog veel van je zullen horen. Want je hebt ontzettend veel talent, jongen. Dus laat het zien.